Goedemorgen. Ik ben heel blij dat u ook zo vroeg uit de veren bent gekomen. En veel mensen zijn uit Amsterdam aangereisd. Waar wil ik het vandaag over hebben? Ik wil eerst praten over wat is nou eigenlijk Zwart Nederland? Waar hebben we het dan over? En om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Het is een fictief begrip, hè? Een fictieve gemeenschap, Zwart Nederland. Dat is het eerste onderwerp. Vervolgens wil ik het hebben over het culturele archief, wat een centrale rol speelt in mijn boek White Innocence. En daar onder dat kopje zal ik het ook heel kort hebben over het onderzoek wat we als commissie diversiteit gedaan hebben aan de UvA. Want eigenlijk, ik ben dus de voorzitter van de diversiteitscommissie. En ons rapport komt woensdag uit, dus ik loop echt op mijn tandvlees. Het einde is in zicht. Waar ik toe ben gekomen is eigenlijk dat de UvA door de verschillende methoden die we gebruikt hebben om de diversiteit in beeld te brengen, eigenlijk een soort microcosmos is van datgene wat ik voor heel Nederland beschrijf in White Innocence. Dat vinden we ook aan de UvA. Dezelfde serie paradoxen. Dus daar wil ik het kort over hebben. De grootste paradox is het gevoel, een sterk ethos van wij zijn gelijk. Als je de juiste kwalificaties en het talent hebt, dan kun je hier binnenkomen en tot volle bloei komen. En dat is gekoppeld aan een volslagen gebrek aan vaardigheid in het denken over diversiteit. Dus als het over diversiteit gaat, je interviewt mensen tot hoog in de hiërarchie. Waar gaat dat eigenlijk over diversiteit? Dan geeft ze antwoorden die gaan over gender. Dat is een bekend ding. Het gaat over internationalisering. Maar het gaat bijvoorbeeld niet over ras, etniciteit of over seksualiteit. Dus dat is het tweede kopje, cultureel archief / onderzoek aan de UvA. En dan wil ik eindigen met wat opmerkingen over Zwarte Piet. En dat is ook om het volgende blokje in te leiden dat over Zwarte Piet gaat. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Als we het hebben over Zwart Nederland, dan is het belangrijk op te merken dat er in de loop van de tijd verschillende betekenissen toegekend zijn aan het begrip zwart. Aan het eind van de 70er jaren kwam het begrip zwart overgewaaid uit Engeland en daar was het aangekomen vanuit de Verenigde Staten. En het was een politieke term waarbij iedereen die tot een minderheid gerekend werd, beschouwd werd als behorend tot een minderheid, iedereen die zich op afstand van de macht bevond, iedereen die niet wit was, schaarde zich onder die term. Dus in Engeland was dat vooral dat niet alleen Afro-Britse vrouwen zich zwart noemden, maar ook Aziatische vrouwen, Pakistaanse, Indiase. Dat gebruik waaide over naar Nederland. Dus zwart werd een term die gebruikt werd door Indische, Molukse, Surinaamse, Antilliaanse en op een gegeven moment ook Turkse en Marokkaanse vrouwen benoemden zich als zwart. In een wat later stadium raakte in Nederland het woord ZMV, zwart migrant vluchteling, in zwang. Niet iedereen herkende zich in de loop van de tijd in die term zwart en ook nu is dat weer het geval. Dus in plaats van zwart kwam toen zwart migrant vluchteling, waardoor er meer differentiatie in die hele grote categorie aangebracht werd. En werden er toch wel aanzienlijke verschillen erkend. Wat ik hierbij aan wil tekenen als achtergrondgedachte is
en dat wordt vaak niet gerealiseerd, is dat deze terminologie gelanceerd is door zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen. De 70er en 80er jaren bruiste onder invloed van de vrouwenbeweging, van de activiteiten en het denkwerk. Zwarte vrouwen scheidden zich op een gegeven moment af van de witte vrouwenbeweging en gingen hun eigen situatie analyseren. En we deden dat op een intersectionele manier. En intersectioneel, heel kort, betekent dat het niet voldoende is om alleen naar gender te kijken. Dat er allerlei andere assen van verschil zijn die ons en de samenleving inrichten. Zoals ras, etniciteit, seksualiteit, klasse, religie, noem maar op. Al die assen werken met elkaar samen en maken elkaar. Dus dit is belangrijk, dat anders dan zwarte migranten en vluchtelingen mannen, zwarte migranten, vluchtelingen vrouwen zich al vroeg aaneengeschaard hebben en een gezamenlijke analyse van onze situatie in Nederland gemaakt hebben. Maar nu wanneer we het over zwart Nederland hebben, dan, waar heb ik het dan over? Dat is een andere, dit begrip kent een andere genealogie. Hier heb ik het over mensen die hun afstamming rekenen, hun afstamming traceren van mensen bezuiden de Sahara, van Afrika bezuiden de Sahara. En ik heb het ook over zelfbenoeming. Er zijn ook mensen die niet uit Afrika komen, bezuiden de Sahara, maar bijvoorbeeld uit Noord-Afrika of uit Papua, die zich ook zwart noemen. Dus wanneer we het over zwart Nederland hebben, hebben we het over ook weer een traveling concept. Een concept dat reist door de wereld. Maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om te constateren dat het tot nu toe veelal een fictieve gemeenschap is, die zwarte Nederlandse gemeenschap. Ik woon in de Bijlmer in Amsterdam en ik moet zeggen dat de enige keer waarop ik een fluide core gemerkt heb tussen de vele verschillende zwarte groepen die daar wonen, postkoloniale groepen en groepen uit Afrika, was het moment dat Obama tot president verkozen werd in 2008. Toen was iedereen, omhelsde iedereen elkaar op straat. Iedereen was blij. En mensen feliciteerden elkaar met onze broer. Ik woon in de Bijlmer in Amsterdam. En ik moet zeggen dat de enige keer waarop ik een esprit de corps gemerkt heb tussen de vele verschillende zwarte groepen die daar wonen, postkoloniale groepen en groepen uit Afrika, was het moment dat Obama tot president verkozen werd in 2008. Toen was iedereen, omhelsde iedereen elkaar op straat, iedereen was blij. En mensen feliciteerden elkaar met onze broer Barack, die het helemaal gemaakt had. En nu zouden de tijden veranderen. Meestal is dat niet zo. Hè? Mensen leven heel erg in hun eigen gemeenschappen. Er is ook wel enigszins sprake van spanningen. Het is een voornamelijk grijze economie die heel erg floreert in Zuidoost, waarin mensen elkaar ook beconcurreren. Goed, ik kan daar veel over zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Kwaku is ook wel een punt waarop zo'n zwarte gemeenschap enigszins tot leven komt, omdat daar niet alleen Surinamers en Antillianen komen, maar ook Afrikanen. Oké, okay. Dus wat is Zwart Nederland? Ik heb daarvoor drie groepen
onderscheiden die zich daartoe zouden kunnen rekenen. Dat zijn mensen die uit de voormalige koloniën komen, ten eerste dus. Suriname, voormalige Antillen. Maar niet iedereen in deze groep ziet zichzelf natuurlijk als zwart. En niet iedereen heeft ook een afro-achtergrond. En omdat je in de Nederlandse statistieken geen onderscheid ziet in raciale of etnische achtergrond, is het heel moeilijk vast te stellen welk gedeelte van deze postkoloniale categorie nu eigenlijk zich beschouwt als zwart. Bij elkaar, mensen die uit deze gebieden komen, zijn ongeveer 500.000 mensen. En ik zou zeggen, als ik daar een schatting van moest maken, dat er ongeveer de helft hun afstamming afro-lineair traceren. Dus afkomst vanuit Afrika, bezuiden de Sahara. Tweede groep mensen die zich onder zwart Nederland zouden kunnen scharen, dat zijn de mensen die uit Afrika komen. Dat zijn dan, ja, de grootste groepen zijn Somaliërs, Ghanese, Nigerianen, Kaapverdianen. Maar ook kleinere naties leveren hun aandeel aan zwart Nederland, zoals Congo, Angola, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Eritrea. Dus als we hier nog, laten we zeggen, 100.000 mensen rekenen, dan zitten we nu samen met die eerste groep, postkolonialen, op 350.000. Ten slotte, de derde groep die hiertoe zou kunnen behoren, zijn de mensen afkomstig uit Latijns-Amerika. Zwarte bevolkingen uit Latijns-Amerika, zoals Cubanen, Trinidadianen, Colombianen, Brazilianen, Dominicanen. Waarvan er ook weer een heel stel in Zuidoost wonen. Zijn vaak Spaanstalig of Portugeestalig. Maar ook hier is het vrijwel onmogelijk om de werkelijke data te kennen. En hier zien we ook dat de term zwart niet, heel vaak niet omhelst wordt. Dat mensen zich in die term niet herkennen. Er is een hele lange geschiedenis van die term zwart. En ik vind het jammer dat eigenlijk de laatste tijd je een beweging ziet waarbij zwart alleen in die dominante, pejoratieve betekenis herkend wordt. En dat de omhelzing van die term die in de 70 en 80 jaren heeft plaatsgevonden eigenlijk niet doorgegeven is naar volgende generaties. Maar kort en goed, als ik hier bij die derde groep die dus uit Latijns-Amerika komt ook uitga van 100.000, dan zitten we ongeveer op 500.000 tot 750.000 mensen. Dus daar hebben we het over. Een fictieve gemeenschap die op zijn hoogst misschien over 750.000 mensen zou kunnen gaan. Tweede punt. Dus we moeten, vind ik, dat begrip meer laten inburgeren, het gebruiken, met alle kanttekeningen die daarbij te plaatsen zijn. Tweede kopje waar ik het over wil hebben, dat is het begrip het cultureel archief. Dat is een begrip van Edward Said, dat hij in 1993 gelanceerd heeft in Culture and Imperialism. En waar gaat dat over? Hij zegt, als we denken over 19e eeuwse Europese, West-Europese naties, dan heerste er een ethos van gebiedsuitbreiding. Het was belangrijk om gebieden elders te koloniseren. Dat is ook in een heleboel gevallen gebeurd. Met West-Europese naties hebben dat ter hand genomen. Dat project van het civiliseren van de ander, de donkere ander.
bij dat project hoort onlosmakelijk een gevoel over het zelf als superieur, vol van rechten, terwijl de ander geprojecteerd wordt als inferieur en westerse leiding en beschaving nodig hebbend. Dit is dus een heel oud complex van gevoelens. En die gevoelens die zijn opgeslagen in het culturele archief. Dus het culturele archief is niet in Middelburg en het is niet in Amsterdam. Het zit in onze hoofden en harten. Het culturele archief is een complex, een opslagplaats van ideeën, structuren van referentie en gevoel met betrekking tot ras. Wat ik doe in White Innocence is dat ik dat culturele archief centraal stel en mij afvraag hoe is het mogelijk om 400 jaar een koloniaal rijk gehad te hebben en te denken dat dat geen sporen achtergelaten zou hebben in de cultuur, in de taal, in de manier waarop we over onszelf en over de ander nadenken. Dus die verschillen op grond van ras, etniciteit hebben zich genesteld in ons culturele archief en doen tot op de dag van vandaag hun werk. Maar in Nederland vertellen we onszelf graag een verhaal over hoe wij daar op miraculeuze wijze aan ontsnapt zijn. Omdat culturele archief dat geen plek heeft gevonden in Nederland. Wel in allerlei andere landen, in Amerika, Zuid-Afrika, noem maar op. Maar er is een soort vorm van Nederlands exceptionalisme. Dat heeft ons niet geraakt. Het is aan ons voorbij gegaan. Dus in de reacties die je op mijn boek ziet, daar zal ik het straks nog iets uitgebreider over hebben, is heel erg sterk, met name bij oudere witte mannen, maar ook bij oudere witte vrouwen. Ik distancieer mij hiervan, ik herken mij hier niet in. Ik word hier ontzettend ongelukkig en onzeker van. Ik raak mijn morele kompas kwijt als jij dit nu zo aan mij vertelt. Dus er is een hoop onvrede en eigenlijk ook onlust met die diagnose die ik stel ten aanzien van Nederland. Dat culturele archief vol zit met allerlei bewuste en vaak onbewuste ideeën en gevoelens ten opzichte van de gekleurde ander, komt heel sterk naar voren, zoals we allemaal weten, in het fenomeen Zwarte Piet, maar ook op allerlei andere manieren komt het naar voren. Er zijn verschillende soort standaardreacties als dit aan de orde gesteld wordt. Dus aan de ene kant heb je een ontkenning en ontwijking die aan de orde van de dag is. Het gevoel wordt naar voren gebracht van wij zijn toch altijd al kleurenblind en antiracistisch geweest. Dus je hebt, dit is een van de belangrijke paradoxen, je hebt ontkenning en logening en tegelijkertijd een vele manieren van uiten die voortdurend bevestigen dat ras heel diep in ons culturele archief zit. Ik wil het illustreren met een voorbeeld dat uit ons onderzoek aan de UvA is gekomen. Er zijn vele voorbeelden van. In het boek geef ik ook heel veel voorbeelden van hoe dat culturele archief werkzaam is. Dus dat de beelden die aan mensen van kleur vooraf gaan zo ontzettend diep geworteld zijn, dat mensen in hun handelen
dat culturele archief tot uitdrukking brengen. Ik noemde in mijn boek het voorbeeld van dat ik als ambtenaar bij CRM werkte en naar een vergadering ging. Dat was een vergadering in Zuid-Holland. Ik liep naar een man toe en wilde mij voorstellen en hij pakt zijn jasje en geeft mij zijn jas. Dus hij, op grond van het culturele archief wat hem vertelt, dat ik wel een dienstbare positie moet hebben, zoals honderden jaren het geval is geweest, denkt hij dat ik van de garderobe ben. Nu een voorbeeld wat uit ons onderzoek is gekomen aan de UvA. En Amantla heeft dit gemedieerd. Er is een donkere docent aan de UvA. En believe me, het zijn er niet zoveel. Die geeft een methodecursus. Een tamelijk jonge man, een assistant professor. Hij heeft een assistent, een witte jongen, een PhD-student. De cursus wordt gegeven. Aan het eind van de cursus komen de evaluaties. Dan blijkt dat die studenten 8 weken lang gedacht hebben dat de professor die witte student is en dat de assistent die zwarte man is. En dan zeggen de studenten tegen de professor: je moet jouw assistent, je moet hem laten gaan, want hij weet van toeten op blazen, is ongeorganiseerd, hij heeft helemaal geen kijk op de materie. Die professor, die is zwaar geschokt hierover. Hij weet zich geen raad eigenlijk. Waar moet ik hiermee naartoe? Met wie kan ik hierover praten? Want er is ook geen structuur aan de UvA waarbij je een klacht kunt gaan deponeren. Maar dit gaat eigenlijk veel dieper dan een klacht deponeren. Want hier is dus het culturele archief weer aan het werk. Hè? Dat de beelden die aan die zwarte man vooraf gaan bezegelen, dat hij nooit de hoogleraar kan zijn. Dus dit soort voorbeelden komen aan de orde in dat rapport, maar wat ze met elkaar gemeen hebben, mijn eigen ervaringen als hoogleraar en wat deze docent is overkomen, is dat er eigenlijk sprake is van een vorm van kapitaalvernietiging. Als de beelden die circuleren over witte mensen en zwarte mensen zo ontzettend vast liggen, als er zo weinig culturele scenario's zijn waarin er verschillende rollen aan verschillende mensen toegeschreven kunnen worden en dat die niet vast liggen op basis van huidskleur, ras, etniciteit. En het is ook zo dat een heleboel mensen om me heen met wie ik daarover praat, ook jongeren, hier last van hebben. Dus het is niet zo dat het alleen in een oudere generatie speelt. Dat voorbeeld van die studenten, dat geeft dat ook weer. Dat dit doorgegeven is. Het is dus niet iets wat van nature in mensen zit. Dit is aangeleerd. Dit is wat ik zou willen noemen habitus. Wat Bourdieu habitus noemt. Hè? Dus net zoals klasse overgebracht wordt door socialisatie, wat het inhoudt om tot een bepaalde klasse te horen, hoe je je gedraagt, hoe je spreekt. Zo wordt ook ras overgebracht, de betekenis van ras. Een ander heel markant ding wat uit het onderzoek aan de UvA komt, is het gebruik van humor om racistische inhouden over te brengen. Dat had ik ook in mijn boek White Innocence al geconstateerd. Maar om nu die voorbeelden van de studenten te horen, tijdens de introductieweek vertelt een donkere jongen, er was een die lid van het koor wilde worden, er was een witte student
die maakte grappen over apen en die betrok dat op mij. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik deed maar net of ik het niet gehoord had. Dus dit speelt zich af onder mensen van rond de 20. Dat is tamelijk alarmerend, vind ik. Dat dus ook die humor doorgegeven wordt. Dat het leuk is om zulke soort grappen te maken. Ik merk ook veel, en dat komt ook uit dat verhaal naar voren, dat als er zich zo'n fenomeen voordoet, als zoiets gebeurt, dat de omstanders vaak er het zwijgen toe doen. Alsof het iets is wat alleen de spreker en de toegesprokene aangaat. En dat zij daar verder niks mee te maken hebben. En ik denk dat een van de manieren waarop we hier uit moeten komen, is dat de omstanders wel gaan spreken en gaan zeggen, hé, dit is helemaal geen leuke grap, ik kan hier niets mee. Dat het dus niet alleen neerkomt op de aangesprokenen. Oké, nog kort even over receptie van een boek. Ik ga daar in de Nederlandse bewerking een hoofdstuk aan wijden. Ik heb er nog niet heel erg veel over kunnen nadenken. Dus als ik begin november gaan we naar Suriname voor 3 maanden. En dan ga ik aan de Nederlandse bewerking werken en daarover nadenken. Maar wat me wel heel duidelijk is, er zijn 2 hele losse categorieën, namelijk zwart en jong, van alle kleuren, is zwaar, voelt heel erg mee met wat ik in het boek beschreven heb, is heel erg dankbaar dat ik het opgeschreven heb. En aan de andere kant heb je wit, en dat gaat over ouder, maar ook over jonger, moet ik zeggen, zowel man als vrouw, die het er zwaar moeilijk mee hebben, die zich er niet in herkennen, die ontkennen, die eigenlijk vinden dat ik racistisch ben. Mm. Dus er is sprake van een omdraaiing, waarbij racisme aan mij toegeschreven wordt. En dat gebeurt dus ook aan de UvA, dat wij als commissie racistisch bezig zijn. Dus de blindheid die er heerst ten aanzien van diversiteit, het gebrek aan vloeiendheid, als we diversiteit als een taal zouden bespreken, dan is er een volslagen gebrek aan vloeiendheid in het denken over diversiteit. Een weigerachtigheid om naar de eigen situatie te kijken, te reflecteren op privileges, op de natuurlijkheid waarmee geponeerd wordt dat iedereen gelijk is en iedereen gelijke kansen heeft. Dus daar zit wel een hele vette rode draad in. Een van de dingen die we ook aanbevelen is dat wij vinden dat er een verplichte bachelorcursus moet komen voor alle studenten in alle faculteiten. De mensen in de beta-wetenschappen hebben nogal de neiging te zeggen, maar daar hebben wij niks mee te maken. Ik vind dat er een cursus moet komen voor alle studenten, die hen voorbereidt op de maatschappij waarin ze gaan leven. En die cursus zou ook moeten gaan over de genealogie van hun wetenschap, hoe hun wetenschap tot stand is gekomen, welke vragen daarin gesteld werden, want u weet dat de moderne wetenschappen een ontzettende push hebben gehad door het kolonialisme. He, dus welke wetenschap je ook kijkt, door dat
imperialistische project is er een ontzettende boost gegeven aan allerlei wetenschappen. Dit is niet iets wat overgedragen wordt in de meeste disciplines aan de volgende generaties. Ik vind dat dat zou moeten gebeuren. Ik vind dat studenten voorbereid moeten worden op die diverse samenleving waarin ze gaan moeten functioneren. En die voorbereiding zou moeten bestaan uit het reflecteren op de rollen die gender, ras, etniciteit, klasse, seksualiteit, religie en nog andere assen van verschil spelen in de samenleving. Om die cursussen te kunnen geven, moeten dus eerst docenten daarop voorbereid worden en daarin getraind worden. En niet dat er geen docenten zijn aan de UvA die aan diversiteit doen. Dat is wel een van de dingen die goed nieuws is. Dat er kleine centrumpjes zijn waar er mensen aan diversiteit doen. Maar wat je vaak ziet, is dat die cursussen die zij geven niet tot het kerncurriculum behoren. Dat die docenten zich vaak heel erg gemarginaliseerd voelen. En er moet dus institutionele waarde gegeven worden aan die initiatieven die die docenten nemen. Dat is heel erg belangrijk. Goed, ga ik nou over naar het laatste blokje. Dat ging over Zwarte Piet en gelukkig is daar een heel blokje aan gewijd. Dus ik kan daar kort over zijn. Ik heb in mijn boek een hoofdstuk gewijd aan het verschijnsel Zwarte Piet. Naar aanleiding van de ervaringen van Annette Krause, die ook hier is en straks gaat spreken. Die een expositie wilde aanrichten in het Van Abbe Museum. En daar kwam ontzettend veel agressie los, waardoor het afgelast is. Ik wilde graag weten welke elementen zitten er nu in de reacties die mensen in een heel beperkt aantal dagen op e-mail hebben losgelaten. Dus een heel groot pakket e-mails heeft Annette mij ter beschikking gesteld. Dat heb ik geanalyseerd om te kijken naar de thema's die in die e-mail zitten. Ik heb 10 thema's onderscheiden. Maar het belangrijkste van dat hoofdstuk is dat ik een analyse maak van wat is de rol van Zwarte Piet op het moment dat hij op het toneel verschijnt in 1850. En daar zal ik kort 2 dingen over zeggen. Zwarte Piet is de herinnering aan het westelijk deel van het Nederlandse koloniale rijk. Met zijn fratsen en zijn vrolijkheid, en ik ben er pas achtergekomen door de reis die ik met Nancy en Jennifer Tosh gemaakt heb naar Nederlands New York, dat het woord frolicking in Amerikaans, dat komt van vrolijk, hè? Vrolijk doen, frolicking, is dus dat luchthartige, vrolijke, happy-go-lucky, wat aan Zwarte Piet en aan zwarte mensen in het algemeen wordt toegeschreven. Geen zorgen, not a worry in the world. De confrontatie van een metropolitaine bevolking met zo'n vrolijk zwart figuur dient ertoe om duidelijk te maken dat als Zwarte Piet geen problemen heeft met zijn status als tot slaafgemaakte, dan kunnen we nog eindeloos doorgaan met de slavernij. Waarom zouden wij ons dan zorgen maken? En de tweede functie die Zwarte Piet op dat moment heeft, is wat het betekent om een burger te zijn van een metropolitain rijk. En dus ook in de figuur van Zwarte Piet, met het toeschrijven van kinderachtigheid, primitiviteit, tevredenheid, al dat soort kenmerken aan Zwarte Piet, van Zwarte Piet, zien we dus ook weer
in een microcosmos dat Nederlandse culturele archief dat tentoongespreid wordt. Ja, dank u wel, Dr. Gloria Wekker. Ik wil heel veel ruimte voor één of twee vragen. Ik wil natuurlijk eerst u de kans geven. Is er iemand die een vraag heeft naar aanleiding van de keynote speech? Ik zie het. Ja. Zou even wat gaan staan? Mijn naam is Jeffrey Ponda. Ik mis wel het kolonialisme. Nederlands-Indië is namelijk niet genoemd. Horen ze daar niet bij? Of hoe moet ik dat zien? Het kolonialisme gaat dus niet alleen over Nederlands-Indië, maar ook over het westelijk deel van het Rijk. Ik heb het daarover in mijn boek. Ik heb geen onbeperkte tijd, maar ik maak in mijn boek een uitgebreide vergelijking tussen de receptie van het oostelijk deel van het Nederlandse Rijk en het westelijk deel van het Rijk. Van oudsher is er veel meer aandacht besteed aan het oostelijk deel van het Rijk. Dat was de parel in de kroon. Over de westelijke gebieden, Suriname en de Antillen, werd heel anders gedacht. Was eigenlijk een zware last die door Nederland gedragen moest worden. Dus natuurlijk, Nederlands-Indië neemt een hele belangrijke plaats in de verbeelding van Nederland van zichzelf. Nederland stelde iets voor op grond van het bezit van Nederlands-Indië, niet op grond van het bezit van Suriname en de Antillen. Daar ben ik niet aan toe gekomen, maar het is vanzelfsprekend. Het was beperkte tijd dit, ook natuurlijk. Maar het is ook iets anders nog. Het is ook dat als het over het kolonialisme gaat, is er een verhouding van 10 staat tot 1, die worden nooit in relatie tot elkaar bekeken. Hè? Van wat is nu de Nederlandse houding ten opzichte van de Oost en ten opzichte van de West. Het wordt uit elkaar gehaald en in 9 van de 10 gevallen gaat het over ons Indië en niet over de West. Dus ik heb dat ook willen corrigeren. Dank u wel. Er is nog een vraag. Dichterbij. Ja, ben ik dichterbij. Clarice? U heeft het terecht, vind ik ook, over de verschillen in de zwarte gemeenschap tussen verschillende soorten zwarte mensen met een andere komaf. Maar hoe zou u dan het verklaren dat er op het moment dat een Obama president wordt, dat er dan toch sprake is van een solidariteit? Hè? En op tijdens een Kwaku ook, wat u zelf als voorbeeld noemt. Wat is daarin dan de gemene deler? Ja, ik denk dat Obama zo'n ontzettende historische gebeurtenis was. En hij met zijn meervoudige identiteiten sprak daarin zowel Afrikanen aan als mensen uit andere delen van de diaspora. Ik denk dat die gebeurtenis zich geëtst heeft in het bewustzijn van zwarte mensen over de hele wereld. Dat is van een andere orde dan Kwaku, dat bezocht wordt door zwarte mensen uit allerlei verschillende delen van de wereld. Maar ik vind het wel heel hoopvol als Kwaku een evenement zou kunnen worden wat meer mensen trekt en waarin mensen elkaar beter zouden kunnen leren kennen. Omdat wat ik vind is dat heel vaak is het zo dat er een soort hiërarchie is binnen die fictieve zwarte gemeenschap over wie het dichtst zogenaamd bij Nederland staat.
dat de, als het ware, je positionering bepaalt. Dat is tamelijk treurig. In die hiërarchie horen Surinamers en Antillianen, omdat we al 400 jaar bij dat rijk horen, staan dichter bij Nederlanders dan Afrikanen. Dit zijn pijnlijke dingen om het over te hebben, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat tegen het licht te houden en te kijken wat we met elkaar gemeen hebben, rather than hoe wij met de Nederlandse samenleving, hoe we ons daartoe verhouden. Dank u wel. Dank u wel, professor Gloria Wekker. Nog een applaus graag.